Bijna een sprookje. Zo karakteriseert een van de buitenlandse vrienden het bedrijf dat gerust mag worden genoemd de trots van Suriname. Staatsolie. Een onderneming die letterlijk uit de modder is verrezen. Staatsolie is in 25 jaar uitgegroeid tot een dynamisch bedrijf met een eigen raffinaderij die wordt gevoed via een 55 kilometer lange pijplijn. Een bedrijf dat zeeschepen voorziet van brandstof en een belangrijke olieleverancier is binnen het Caribisch gebied. Eén man had er geloof in dat de aardolie in de Surinaamse bodem kon worden omgezet in winbare olie. Eddy Djarap was de pionier met de visie, volharding en een zakelijk inzicht die anderen met zich kon meetrekken in zijn droom. Ik wilde iets bijzonders doen. Iets waarop de gemeenschap trots op zou kunnen zijn. Dat idee kreeg ik in Holland, waar ik in de jaren 60 ging studeren, vastere vormen. Ik wilde bewijzen dat wij in ontwikkelingslanden zelf ook tot grote industriële prestaties in staat zijn. De eerste oliefonds heeft plaatsgehad zo in de jaren 1965. Toen werkte ik bij de GMD. Dat was dus hoofd van de boorafdeling die zich ook bezig hield met drinkwatervoorziening. Het onderzoek naar het voorkomen van drinkwater in het kustgebied. En bij een van die boringen te Calcutta werd op een diepte van 188 meter, dacht ik zo, werden er plotseling met olie verzadigde kernen gevonden. Het was in feite niet alleen een hoera-stemming, maar men kreeg geloof in het land. Want in het land, in de wereld zag men naar olie. En olie bleek een erg belangrijk grondstof te zijn. Het verbruik nam toe in de wereld. De prijs begon van heel laag. Ik heb de tijd gekend toen we 20 cent voor een liter gasoline moesten betalen. En toen ging het naar de gulden toe. Dus het werd belangrijk. En ieder heeft zich toen, als het ware, ingezet om die fonds waardevol aan te tonen. Na de ondertekening van de oprichtingsdocumenten van Staatsolie Maatschappij, toen liep de heer Djarap rond. Hij was onmiddellijk benoemd tot directeur. Maar hij was ook enigste personeelslid van Staatsolie, dat was niemand anders. En hij liep rond met een heel grote, dikke tas vol documenten, oprichtingsdocumenten enzovoorts van Staatsolie. Maar ja, wat doe je met zo'n tas met papier? Op een goede dag kwam hij naar het ministerie van Financiën, waar ik dus pas kort was benoemd tot minister. En ik zei tegen hem, Eddy, hoe ga jij dat voor elkaar krijgen om met zo'n dikke tas rond te lopen en oliemaatschappij op te richten? En wij spraken toen af dat hij een raming zou gaan maken om tenminste één boring te kunnen doen. En ik nam dat op mij om ervoor te zorgen dat hij wat geldmiddelen zou krijgen waarmee hij dan zijn eerste boring, zijn eerste experiment kon gaan ondernemen. Er was natuurlijk onzekerheid. We hadden wel het vermoeden dat dit gebied olie had. Een kilometer verderop was reeds in 1969 olie aangeboord. De grote vraag was nu of deze olie commercieel geproduceerd kon worden. Als eerste stap hebben we in begin jaren 80 een tweetal testprogramma's uitgevoerd. De heer Jack Bradford heeft daarbij een grote bijdrage geleverd. We hebben alle toezeggingen gedaan. Zeg, die boor komt er. Maar wij zaten ook met het probleem dat wij Meerzorg moesten voorzien van water. Dus we hadden een boorprogramma in Meerzorg. En het leek wel of de duivel ermee speelde. Elke keer was er een ander op onthoud met die boring. Tijdens een weekend, nadat hij een hele voorbereiding, denk ik, of neem ik aan, had getroffen, heeft hij maar een stap genomen om die boormachine weg te halen. De boorstangen doorgebrand. En wanneer je het hoort dat een boormachine wordt weggehaald, is geen Volkswagen wat hij daar weghaalde. Het is een boormachine, die truck die boormachine sleept, weegt 14 ton. Die boormachine zelf was iets van 14 ton ook. Dus dat is een gevaarte van 28 ton, nam hij mee, van Meerzorg naar Saramaka.
Als beginneling in de aardolieindustrie heeft Staatsolie zeer moeilijke momenten doorgemaakt. Maar de wilskracht en het doorzettingsvermogen waren aanwezig om die momenten te doorstaan. Niet altijd liepen de zaken zoals we gepland hadden. Maar we hadden altijd een alternatief plan in geval de verwachtingen niet zouden uitkomen. Dieptepunt. Een dieptepunt zou ik willen noemen het vertrek van enkele medewerkers uit de leiding in de jaren 90, waaronder Ray Bergval, Rob van Roemond en Theo Wezenhagen. Die gedrevenheid en de overtuigingskracht waarmee ze ons bewezen dat het inderdaad theoretisch ook mogelijk was om te praten over bewezen olievoorraden. Want dat was een begrip wat we niet kenden in die tijd. En toen ze ermee begonnen te werken, toen hadden wij daar moeite mee van, hoe weet je nou in godsnaam zeker dat er zoveel olie in die grond zit? Ja, en dan werden we besprongen van alle kanten door die deskundigen van, dat ligt daaraan en daaraan en daaraan. En als we zeggen van, zoveel zit erin, dan mag je er rekening mee houden dat er nog meer in zit, want ze werkten met een marge. Het heeft ook allemaal een politieke achtergrond natuurlijk. Omdat we heel veel hadden gelezen van dat kleurlingen dus niet in staat waren industrie op te zetten. En dat willen we bewijzen dat het kan. Dat wij als kleurlingen in staat zouden kunnen zijn om iets goeds op te zetten. Ik trad in dienst bij Staatsolie in 1982. Het is niet alleen de eerste stap geweest van mij, maar ook een heel belangrijk, cruciaal jaar voor Staatsolie zelf. In dat jaar werden de boringen gepland en de eerste commerciële olieproductie van Staatsolie zou dan bepalend moeten zijn voor de levensvatbaarheid van Staatsolie. Dus je kunt je voorstellen, ik kwam er middenin. Turbulente periode, woelig. We moesten starten aan de Gravenbergstraat, een eenvoudig ingericht woonhuis tot kantoor. Klein groepje van mensen, weinig middelen ter beschikking, die geavanceerde technologie van nu, maar echt die krakkemikkige dingetjes. We zijn geweest een dagje om te kijken hoe alles ging en het was een oud gebouw. Na een week moesten we dat schoonmaken. Ik, meneer de raad, ik was bezig te schrobben en hij moest dan gewoon spuiten met een slang. Hebben we dus, nou, 2 weken hebben we voldoende gedaan om het helemaal schoon te krijgen. Nadien zijn er een paar dingen ingericht in de kamers die er waren. En zo zijn we begonnen bij Staatsolie. Er heerste toch wel wat ongeloof binnen delen van de gemeenschap over de olievoorkomens. Dus dat moest overwonnen worden, hè? Maar het was niet altijd kommer en kwel. Staatsolie heeft zich de afgelopen 25 jaar opgewerkt tot een bedrijf dat een belangrijke bron van inkomsten vormt voor de staat en het boegbeeld is van bouwen op eigen kunnen. We hebben haast elk jaar een hoogtepunt gehad. Enkele heel bijzondere hoogtepunten die ik zou willen noemen zijn uiteraard de positieve testresultaten van 1981, de eerste export van aardolie in 1988 en de bouw van de olieraffinaderij in 1995. In februari 1985 werd de Staatsoliewerknemersorganisatie, de SWOS, opgericht. Aanleiding tot oprichting van de bond was onvrede onder de arbeiders over de toen heersende werkomstandigheden. Vanwege het feit dat het een pioniersbedrijf was toen en je de geest van de pioniers toen had en waarbij men meer oog had voor het doel, bereiken van het doel, namelijk het bewijzen van de gemeenschap dat wij olie zouden kunnen vinden. Maakte dat men voor zaken, de werknemers betreffende, minder oog had
dan eigenlijk het realiseren van de doelen. Kreeg je wel momenten waarop er werknemers onheus werden behandeld. Je kreeg, we hadden lange tijden, maar dat past in zo'n cultuur van een pioniersbedrijf. De relatie tussen de bond en directie is door de jaren heen sterk verbeterd. De SWOS nam in 1998 zelfs het voortouw in de strijd toen de toenmalige regering directeur Eddy Djarab ontslag aanzegde omdat hij weigerde de olievelden van Tambaregio te verkopen aan een buitenlands bedrijf. Deze actie werd landelijk ondersteund. Wij als vakbond zijn loyaal geweest, of zijn nog steeds, aan de organisatie, het bedrijf. Dan is het heel makkelijk dat degene, dat getuigt onze loyaliteit ook naar de directeur, omdat we in principe beiden loyaal zijn aan de idealen en aan die organisatie. Dat verklaart het simpelweg waarom wij ons valikant achter Djarab gesteld hebben. Staatsolie had zich niet kunnen opwerken tot wat het nu is zonder het vertrouwen en de ondersteuning van buitenlandse partners en individuen. The history of Staatsolie almost a fairy tale. There are more than 20 countries around the world with onshore heavy oil that is not being produced. Dr. Eddy Djarab was a pioneer with the vision and tenacity to see the business opportunity to develop the less desirable 16-gravity oil into a viable state-owned business for the government of Suriname. He also saw the opportunity to develop a company that could create jobs requiring new skills and become the people's company of Suriname. Staatsolie geeft ruime ondersteuning aan activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en milieu in Suriname. De financiering van een gebouw voor graduate studies aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname bewijst de ondersteuning van Staatsolie van educatie op het hoogste niveau. Staatsolie biedt in verband met haar 25-jarig jubileum dit gebouw aan als geschenk aan de gemeenschap van Suriname. Met deze faculteit zal de juiste wetenschappelijke omgeving worden gecreëerd voor het opleiden van hoogwaardig kader op masters- en PhD-niveau. Bij het 20-jarig bestaan van Staatsolie werd reeds begonnen met een cursus petroleumtechniek met als doel de actuele kennis over dit onderwerp ten voordeel te stellen van de Surinaamse aardolie-industrie. In 3 jaar tijd hebben 45 studenten deze post-bachelor-studie kunnen volgen. Deze opleiding biedt de mogelijkheid tot vervolgstudies aan de Universiteit van Delft. De belangstelling voor het Surinaamse oliebedrijf is groot, gezien het aantal rondleidingen dat jaarlijks wordt verzorgd voor verschillende personen en organisaties. Staatsolie draagt de Surinaamse jeugd een warm hart toe en de liefde is wederzijds. Studenten willen graag scripties maken over het bedrijf en krijgen daartoe ruim de gelegenheid. Regelmatig krijgen scholen rondleidingen bij de verschillende locaties. Het Staatsoliebushuis aan de Jagannath Lachmanstraat is een grote hulp voor studenten van de omliggende scholen. Het bedrijf verleent regelmatig ondersteuning aan projecten van de CARICOM jeugdambassadeurs. Als we terugblikken, we hebben een regionale conferentie gehad met betrekking tot Sustainable Development. Daar is er een hele grote bijdrage van de Staatsolie geweest. En we hebben ook op nationaal gebied elk jaar, het is al 4 jaar achtereen, onze antidiscriminatieoptocht gehad. Waarbij we constant konden terugblikken op de fondsen en de ondersteuning van Staatsolie. Dat is dus in grote lijnen wat er dus vooraf is geweest. Nu hebben we een hele goede samenwerking met het bedrijf en we hebben dus onlangs bij onze antidiscriminatieoptocht van dit afgelopen jaar weer ondersteuning van ze mogen genieten. Maar ook bij een hele grote conferentie die we in november zullen hebben, waarbij er 32 overzeese jongeren hier zullen zijn. Dat betekent dus eigenlijk een stukje gezicht voor die Surinaamse jeugd naar de regio toe, worden we door Staatsolie heel mooi gefinancierd. Ook de seniorenburgers liggen Staatsolie na aan het hart. Het bedrijf heeft daarom niet geschroomd een bijdrage te leveren om de situatie van de bewoners van Huis Asiana te verbeteren. De keuken van het bejaardentehuis werd volledig gerenoveerd
en voorzien van apparatuur. Ook heeft Staatsolie asfalt beschikbaar gesteld om het Asiana-terrein te renoveren. Enkele jaren geleden hebben we een verzoek ingediend bij Staatsolie voor de renovatie en de herinrichting van onze keuken. En de heer Jarop bracht een bezoek naar aanleiding van ons projectdossier die we hadden opgestuurd. Bracht hij een bezoek aan Asiana met de totale directie van Staatsolie. En ja, met de bedoeling om over dat projectdossier te praten, hè? Over dat ingediende projectdossier, ons verzoek. En terwijl we zo naar boven liepen, zag meneer Jarop onze binnenweg, waar de asfaltlaag helemaal verdwenen was. Het bestond alleen maar uit stenen, grind. En toen maakte hij de opmerking van ja, maar de bewoners kunnen toch niet over deze weg lopen. Het is toch vreselijk gevaarlijk. En op dat moment keek hij naar zijn overige directieleden en hij zei van ja, hier moeten we een nieuwe asfaltlaag in laten plaatsen. Je had wel een broodkamer, nu hebben we een kleedhok gehad, samen bij de keuken, een kantoortje waar je die wagens moet zetten. Dus dat hebben we bij gehad. Wasruimte hadden we allemaal niet zo ruim. Dus bepaalde dingen op bergruimte hebben we weer. Om vuil op te slaan hebben we ook gehad. Dus we hebben bepaalde dingen gehad. Dus hebben we meer ruimte om te werken. En koelruimte hebben we ook, koelers. Om haar waardering te tonen aan de senioren burgers, heeft Staatsolie in verband met haar 25-jarig bestaan een Digismadee gehouden op Cola Creek voor bewoners van verschillende bejaardentehuizen. Voor de ouderen was het een genotvolle dag. Het is mijn hoop van herhaling en mijn versterkt meneer Jarop naar alle de rokken. Met alles aan kan gewoon door. En als ik kies van jullie directeur, dat ik ook in haar voetsporen van meneer Jarop. Want meneer Jarop is een boeman en een boem. En ik ga er niet zo voor Staatsolie. Hij gedraagt zich voor Staatsman. De Staatsolie zwemmarathon van Domburg naar de waterkant is een niet weg te denken activiteit bij de emancipatieviering op 1 juli. Het publiek komt ook in grote getalen op om de start en finish mee te maken. Staatsolie levert met de sponsoring van de zwemmarathon een wezenlijke bijdrage aan de zwemsport in Suriname. De marathon wordt vanaf 1973 georganiseerd. Staatsolie is er vanaf 1988 erbij. Nou, in het begin was het alleen de sponsoring van spruitjes waarop het logo voorkwam. Maar gaandeweg de jaren, naarmate het steeds slechter ging, heeft Staatsolie eigenlijk de volledige sponsoring op zich genomen. In Saramaca, waar de aardolie wordt gewonnen, heeft Staatsolie de afgelopen jaren tal van activiteiten gesponsord op het gebied van infrastructuur, watervoorziening, communicatie, medische zorg, veiligheid en educatie. Staatsolie is een bedrijf die nationaal en internationaal een heel goede naam heeft. En het is een, voor Suriname dat we heel veel winst ermee maken. En dat dit bedrijf, Staatsoliebedrijf in Saramaca is, dan is het voor iedere burger van Saramaca om trots erop te zijn. Daarnaast heb je ook dat zoveel van Saramaca een bestaan vinden. Ik meen 150 mensen fulltime. Daarnaast heb je contractors. Voor de rest is het dat Staatsolie zowel financieel als materieel steun geeft aan de bewoners in Saramaca. Ik kan me iedere keer erop beroepen. En voor hulp en wat er ook zij. En Staatsolie is er daar om te helpen. Ik hoop dat dit zo mag blijven. Staatsolie heeft als voornaamste taken het oliebedrijf commercieel te exploiteren en namens de staat te onderhandelen met internationale bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Surinaamse olie. Het directieteam bestaat anno 2005 uit 4 personen. Het aantal personeelsleden bedraagt 640. Toen ik dus hier binnenkwam in 87, was het dan ook van we willen met de vrouw beginnen in het veld.
Er was een beetje, er was meer ontwikkeling gekomen, er waren meer vacatures open. En aan mij werd dus medegedeeld van, Annette, we hebben onze ogen op jou gericht, omdat we wilden beginnen met de vrouw. Toen ik hier was, had je dus eigenlijk één boormachine, één olieveld, één verwerkingsplant. En tussen toen en eigenlijk nu, als je dat zou bekijken, zijn er eigenlijk tal van hoogtepunten geweest die ik heb mogen ervaren binnen het bedrijf. De komst van een tweede boormachine, het opzetten van een nieuw en eigenlijk meer geavanceerdere crude treatment plant. Eigenlijk een heleboel. In 1995 had ik dus remigratieplannen vanuit Nederland. Ik kwam hier voor oriëntatiegesprekken. Op een gegeven moment had ik de keus tussen Suralco en Staatsolie. En ondanks het betere salaris van de Suralco destijds, heb ik dus toch voor Staatsolie gekozen. De reden daarvoor is omdat Staatsolie naar mijn mening meer uitdagingen bood. Het was toen zeker een bedrijf in groei en ontwikkeling met veel kansen. Afgezien van dat alle aandelen in de handen zijn van de overheid, ik zou graag zien dus dat er ook aandelen in handen van particulieren zouden zijn daarvan. Maar afgezien daarvan is het een nationaal bedrijf wat mij betreft. En ze hebben bewezen dat ze vanuit niets tot iets kunnen groeien, iets waar heel Suriname op het ogenblik heel trots op is. Voor mij is het de trots van Suriname in allerlei opzichten. En als ik ook kijk naar de betekenis die Staatsolie heeft gehad voor de Anton de Kom Universiteit gedurende de afgelopen 5 jaar, dan zeg ik, het zou mooi zijn als Suriname nog meer van deze bedrijven had. Dan zou er veel meer welvaart, welzijn en Suriname zijn. Om de aardolieindustrie in Suriname veilig te stellen, moet de productie worden verhoogd. De productie van staatsolie bedraagt 12.000 barrels per dag. Ik denk dat staatsolie aan de vooravond staat van een nieuwe ontwikkeling. We zullen in de offshore in de komende 5 jaar, denk ik, toch wel ontwikkelingen zien. En onshore zijn we aan het overschakelen naar een andere manier van produceren. We hebben een nieuw veld aangeboord. We gaan de exploratieactiviteiten oppikken. En ik heb het volste vertrouwen dat we over een jaar of 3 op de 15.000 barrels zitten die we getarget hebben. Financieel staan we erg sterk voor. Weinig schulden, goede liquiditeitspositie en een goed rendement. Dit jaar hebben we een zeer succesvol jaar. We zullen ongeveer 75 miljoen Amerikaanse dollars overmaken aan de staat. En een betalingsbalanssteun netto van ongeveer 85 miljoen. Dat is, dacht ik, een vrij forse bijdrage in financiële zin. Maar los van de financiële bijdrage leveren we pakweg 650 permanente arbeidsplaatsen en nog een keer 350 tijdelijke arbeidsplaatsen, omdat Staatsolie veel werken uitvoert en daarbij de lokale aannemerij inschakelt. De raffinaderij is ontworpen voor 7000 barrels per dag. Maar we hebben er in de loop der jaren iets meer uit kunnen krijgen. En we zijn nu bezig met in de ontwerpfase. Bestaat eigenlijk uit 2 delen. Daarbij gaan we de bestaande faciliteit uitbreiden naar 11.000 barrels per dag. En dan een nieuw deel eraan bijbouwen. Waarmee we beogen het productenassortiment uit te breiden. We gaan dan premium diesel maken. Die voldoet aan de specificaties die nu in Europa gelden. En kookgas maken. En zoals we ook nu doen al stookolie en bitumen, asfaltbitumen. Diesel, stookolie en andere producten van de staatsolieraffinaderij hebben hun weg gevonden naar verschillende bedrijven in binnen- en buitenland. Suralco en de EDS zijn slechts enkele van de vele bedrijven
gebruik maken van producten van staatsolie. Als we ervan uitgaan dat de olieprijs, de prijs van de barrel crude, in de afgelopen anderhalf jaar zowat verdubbeld is. En u realiseert zich hoeveel strubbelingen, hoeveel spanningen en zelfs oorlogen in de wereld op dit moment gevoerd worden om energie. Dan kunt u zich wel goed voorstellen hoe belangrijk het is om voor elk land, maar zeker voor Suriname, om een eigen energievoorraad en een eigen energiebron in de vorm van aardolie te hebben. Ik denk dat het erg rooskleurig is. De olievoorraden zijn er. We hebben in ieder geval voor staatsolie al een hele goede reserve base op dit moment aangelegd. Maar wij denken dat er nog veel meer is. En naarmate die reserves zich materialiseren en ter beschikking komen, ga je natuurlijk een enorme ontwikkeling krijgen. In de sfeer van niet alleen financiële armslag, verdiencapaciteit voor dit land, voor Suriname, maar ook in de vorm van industriële ontwikkeling, arbeidsplaatsen en zeg maar welvaart in het algemeen. Als je aan staatsolie denkt, ontwikkeling van staatsolie denkt, dan moet je denken aan, het zou wel eens een keer kunnen overgaan in een offshore operations. En dan zit je in een grote business. En die ontwikkelingen die voltrekken zich echt niet in 5 en 10 jaar. Indien er nu bijvoorbeeld offshore olie gevonden zou worden, kan het nog best een jaar of 20 duren hoor, voordat je in de economie iets van merkt. Op 13 december 2005 bestaat staatsolie 25 jaar. Op die dag eindigt de geestesvader van het bedrijf, Eddy Djarab, zijn indrukwekkende loopbaan in de Surinaamse aardolie-industrie. Wij allemaal zullen terugkijken naar die periode. Maar we zullen natuurlijk ons ook moeten richten op de nieuwe periode die nu aanbreekt. Om dit bedrijf, de basis die gelegd is onder leiding van de heer Djarab, goed verder uit te bouwen. En dit bedrijf verder te trekken naar grotere hoogte. Want die potentie is er. Die zaden zijn gelegd in die organisatie, in de mensen. En wij zullen ervoor moeten zorgen dat die groei verder bewerkstelligd wordt en uitgebouwd wordt. Vaak wordt buiten gedacht, wat gaat met staatsolie gebeuren? Nou, er gaat niets gebeuren. Een wijze directeur die zorgt ervoor dat systemen in place zijn, dat mensen opgeleid zijn. Dus voor de continuïteit maak ik me op geen enkele manier zorgen. We gaan uiteraard op een iets andere wijze het bedrijf managen. Maar het is een nieuwe periode. Ik denk dat een goede fundatie gelegd is om door te gaan en de zaak verder te ontwikkelen. De organisatie is goed ontwikkeld, er is voor opvolging gezorgd. En uiteraard. Je zal het nooit zo kunnen voortzetten als hij het gedaan heeft. Iedereen heeft zijn eigen managementstijl. Maar ik denk dat alles aanwezig is om de zaak verder uit te bouwen. Wat ik achterlaat, een bedrijf dat als voorbeeld kan dienen voor de komende generatie om ook hun dromen te realiseren. Een goed geoliede organisatie met goed opgeleide en goed gemotiveerde medewerkers om het aardoliepotentieel van ons land verder te ontwikkelen. Een financieel gezond en sterk bedrijf met een bewezen olievoorraad van tenminste 100 miljoen barrels en goede mogelijkheden voor verdere groei. Al 25 jaar is staatsolie een solide basis voor Suriname. Ook in de toekomst blijven wij bouwen op eigen kunnen.